Welkom bij Appartement TV. We zijn in Sint-Niklaas te gast bij Saskia de Meijer van U-Syndic. En we gaan vandaag eigenlijk een historische actie ondernemen. We gaan voor de eerste keer bij Appartement TV live, hybride, online. En daarom hebben we nog twee gasten uitgenodigd. Burgemeester Lieven de Hanschutter van Sint-Niklaas en Laurent de Meuter van Proximus. Ik ga eerst even een korte voorstellingsronde doen als jullie het goed vinden. Saskia de Meijer, ja. Bedankt voor de gastvrijheid. Wie zijn jullie en wat doen jullie? Syndicus uiteraard. Een professioneel syndicuskantoor gelegen in Sint-Niklaas met een ruime portefeuille aan gebouwen in beheer. En ikzelf ben hier actief als zaakvoerder sinds mei, juni van vorig jaar. Dus we zijn nog volledig bezig alles aan het uitrollen, maar voilà. Okay. En 5000 eigenaars, dat weet ook dagelijks. Dagelijks regelmatig spreken en horen. Ja. Zeer goed. Lieve Hanschutter, burgemeester, jurist van opleiding en sinds kort ook appartementair, zoals wij zeggen. Ja, inderdaad. Hè. Dit jaar, mijn echtgenoot en ik, we zijn 35 jaar getrouwd, maar sinds een half jaar dus wonen we in een appartement. We hebben ons dat nog niet beklaagd. Hè. We hebben nog altijd een vakantiegevoel, zeggen we, na een half jaar. Waarom zijn we verhuisd van een zeer groot, te groot geworden herenhuis naar een appartement? Drie kinderen, twee zijn al uitgevlogen. Een derde woont nog thuis, maar is nooit thuis, bij manier van spreken. Vandaar hebben we gezegd, we gaan een beetje verkleinen. Zodanig dat alle ruimte nuttig gebruikt worden. En mee wonen we nu in een ruim appartement, de vroegere Rijkswachtkazerne in Sint-Niklaas. En dat maakt van hem de perfecte praatgast, want zowel burgemeester als jurist, als ervaringsdeskundige, daar gaan we straks dieper op in. Ook een groot ervaringsdeskundige, uiteraard, maar in een totaal andere sector, Laurent de Meuter van Proximus. En Laurent, eigenlijk ben jij hier voor twee kwaliteiten, tenminste twee kwaliteiten. Dat is fiber, één zaak, maar anderzijds ook je dichte, nauwe relatie met syndici. Hè? Ja, dat klopt. Dus ik ben verantwoordelijk bij Proximus voor de externe relaties. En binnen mijn team hebben we ook een organisatie gebouwd die zich gaat bezighouden met de relatie specifiek met syndics. Ja. En het feit dat we hier in Sint-Niklaas zijn, is des te leuker, omdat we ook, dit is een van de steden waar we vandaag actief fiber aan het uitrollen. We hadden eigenlijk een persconferentie voorzien in september vorig jaar, voor Proximus, over fiber in Sint-Niklaas, maar die kon niet doorgaan omwille van corona. Klopt. Misschien kunnen we daar straks nog een paar dingen over zeggen. Daar zal ik op terugkomen. We hebben drie onderwerpen geselecteerd voor vandaag. Dat is de wet op de mede-eigendom. Dat is een activiteit of een onderwerp liever dat altijd actueel is. Een tweede zaak is het online vergaderen. Want iedereen heeft wel meegemaakt wat corona betekent voor organisaties. Maar vooral voor de syndici heeft het een heel grote impact. Omdat algemene vergaderingen niet kunnen doorgaan. Wat gaat online brengen? En het derde element is een element dat zeker ook de komende jaren duidelijk in beeld zal zijn en blijven: klimaat en energie.